Lieve vrienden, zoals jullie zien, ben ik aan de wandel met de twee dames. Ja, lieve vrienden, vanaf deze plaats willen wij jullie wel terug te wensen en een hele goede nacht. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, het is vandaag alweer maandag en we leven op 23 augustus. En het is net op mijn horloge 10 uur geweest, maar dan weet ik dat niet zeker. 9:59 is het. Nou ja, oké, mijn haar ziet er niet uit, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik moet het nodig bijkleuren meer. Als je andere dingen hebt, dan, ja, dan gebeurt dat, hè. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit. Ik heb al de hondjes uitgeladen vanochtend. Ook hebben we al koffie gehad, ook al heb ik een broodje gehad. Ook al is de huishoudelijke hulp er al. Dus ja, wat wil je nou nog meer? En de zon die schijnt zomaar weer. Ja, hallo, grote meid. Och, wat nou. Dus, dat is gewoon geweldig. En het zweet, het breekt me aan alle kanten eruit, maar het waait als raket. Ja, het is bij de poort, schrik niet, 32 graden. Maar dat is in de luwte. Hou op, Rijker, Elwin wil dat niet. Klaar. Ze zijn allebei vandaag, tenminste vandaag niet alleen, gisteren ook al lastig. En ik dacht van nou, de harde wind in de kop. Het waait ook hard. Dus ja, je weet het niet, hè. Maar oké, ik zal ze zometeen ook de bonken weer even geven. Ik kan ze lekker buiten leggen te knagen en te doen. En ik ben even met mijn spel bezig. Daarna ga ik mijn camera legen, want dat heb ik met het weekend ook nog niet gedaan. En dan gaan we weer renderen. Ja, en voor de rest weet ik niet wat de dag ons gaat brengen, maar ik neem jullie er gewoon in mee. Ja, we zien er wel wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Komt allemaal goed. Ook wil ik proberen met de vaatwasser even bezig te zijn, want dat moet ook weer even gedaan worden. Hé, dame? Dame? Dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. En geniet ook van hetgeen wat wij doen. Lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik aan de wandel met de twee dames. Ja, echt waar. En waar ben ik? Nou ja, daar hebben we het leger des Heils. Daar hebben we een houthandel. Dus de heldenaren die weten dan wel ongeveer waar ik ben. Ja. Maar ja, de buitenlanders niet. En dus. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben aan de wandel en ik ben even naar een dierenspeciaalzaak geweest. Ik zou het anders halen, maar dat hebben ze helaas niet. Dus ja, dan kom je toch weer met wat anders thuis voor die twee kanjes. Zowel de grote, zowel de kleine. En we gaan die kant op. Maar ja, daar wordt het een beetje shalom, hè, om de plantenbak heen. Dus ik heb me beide handen nodig. We zijn dus weer thuis, zoals jullie het zien. Daar zit Kandalf, die is ook net binnengekomen. Mevrouwtje Elwing. En daar is die andere kleine deugniet, onze Rijka. En ik ben trots op ze, want ze zijn heel lief geweest. We hebben verschillende honden tegengekomen, maar Rijka heeft de keuren netjes gehouden. Ze heeft niet aan het blaffen geweest, niks. Maar ik ben bij Blokken geweest, want ik had al wat van Jan gekregen. Nou ja, dat verkopen ze niet. Nou ja, jammer, dan ga ik van de week even kijken bij die andere. Maar dan moet ik mijn booster hebben, want ik ben nu al back af, bijna 3 kilometer gelopen. Nou, halleluja. Ik ga dus mooi met de booster dan van de week even naar de andere kant van de helder.
naar het Raflijncentrum, maar ik heb wel wat anders meegenomen en dat is weer beef, tripe, runderpens, kijk zelf maar. Dat dus en dat. Nou, ze krijgen nou dit. Die gaat de kast in. Want die hebben ze net op, helemaal. Dus nou, laat ik dat nou weer leggen. En dan krijgen ze die. Konijnenoren. Ja, konijnenoren. Wie weet, kun je nog beter luisteren. Hé? Nee, de bloren. Ja, krijg je de konijnenoren erbij. Wow. Ja, dat lust je wel, hè? Ja. En dan ga ik ook een bakje koffie maken en een glaasje frisdrank inschenken, want ik stik van de dorst. En dan ga ik aan het werk. Ik had me trouwens ook omgekleed, want ik had eerst een dikkere broek aan en ik had een topje met een t-shirt aan. Ik denk, ja, maar een t-shirt is nog kortere mouwen. Ik moet even driekwarts mouwen hebben en dan hoef ik alleen mijn dunne jasje maar aan. Want het is vrij winderig, wat? Ik ben blij dat ik er dus een legging eronder heb. Mij waaide omhoog, yeah. Zo hard waait het. Oké, Nara. En gisteren vroeg ik nog aan Karin, hoe is het bij jullie? Heeft ze een filmpje genomen, gisteren, tenminste vannacht, een filmpje gemaakt van een boom. Die ging helemaal niet heen en weer. Ik maakte een filmpje van mijn vlinderstruik voor haar. Die ging als een idioot heen en weer. Dus ja, raar, maar waar. Of niet dan? Ja, hè? Elwin? Is raar, hè? Ja, Rijka? Is allemaal raar, hoor, deze kind. Ja, dat ruikt lekker, hè? Ja, je krijgt ook zo'n kind. Dus ja, en mijn haar nou, dat ziet er gewoon niet uit. En ik heb een leuk jong vrouwtje ontmoet. Daar ga ik een hele tijd mee staan te praten. En doen en ze komt een keer gezellig bij me op bezoek. Dus ja, hartstikke leuk. Ze is heel erg tot mijn dochter kunnen wezen, maar ach, zo spontaan. Kwamen elkaar gewoon tegen en ja, het was gewoon heel spontaan allemaal. Dus ja, dat is juist leuk, hè, dat spontane. Dus ja, en ik moet ook nodig mijn haar doen, want het... Het is nou lila in plaats van paars. Maar ja, eigenlijk ook naar de kapper. Maar ik heb daar het geld nog niet voor. Nee. Kan nog niet. Gaat het er ook niet worden. Ik heb andere prioriteiten die ik eerst moet doen. Ja. Hé? Ja nou? Ja. Zeg maar ja, vrouwtje heeft gelijk. Ja, want ongelijk is een bochel. Ja. Net zoals de wet. De wet is niet recht, maar de wet is krom. Net zo krom als een hula hoop. Ja, toch? Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. Ga ik ook doen. Lieve vrienden, vanaf deze plaats willen wij jullie wel terug te wensen en een hele goede nacht. En weet dat God op ons wacht. Tenminste, God houdt over ons de wacht. Hé, ik ben helemaal in de war. Maar kijk eens hoe lief dit ligt. Is het niet een mooi plaatje? Ik vind van wel. Zo geweldig, zo lief. Echt, hier smelt je hart van. Ik vind dit zo bijzonder. Echt wel. Nou, welterusten, lieve vrienden. En tot aan de andere kant van de nacht.